Nummer 6 van FC Utrecht. Wie is dat? Ja, dat was nog niet. Ja. En eerlijk is eerlijk, dames en heren. Hij lag op de massagetafel tijdens de bekerfinale. En hij heeft niet mee kunnen doen. En we hebben hem met z'n allen een beetje gemist. Maar misschien is wel het voordeel dat hij toen niet helemaal fit was. Dat hij er nu gewoon nog bij is. Want hij is heel belangrijk voor FC Utrecht. Hij is geboren in Amsterdam, 22 jaar, speelde 84 wedstrijden voor FC Utrecht. Een heel groot applaus, omdat hij terug is, terug van die zware blessure. Hier is Yassine Ayoub! Wat doe je nou? Ja, ja, afgesproken. Afgesproken. Sorry. Ja! Ah jongens, dat moeten we even volhouden. Dit is te kort. Dit is te kort. Ja, zing is te kort. Zingen. Joepie, joepie. Is dit nou de Utrechtse flair die we nodig hebben? Jongens, dit is wat we nodig hebben. Utrechtse flair, brutale spelers in het veld. Hoe is het? Zacht ik. Alles goed. Ben je helemaal fit? Ja, ja, helemaal, bijna helemaal. Kunnen we wat verwachten het nieuwe seizoen van je? Ik hoop heel veel. We gaan genieten van hem. Want met Ayoub winnen we de beker wel, hè? Ja, eerst plaatsen en dan gaan we winnen. Heel goed. Dames en heren, een applaus voor Yassine Ayoub!